En ja, hele goedemorgen en welkom bij de favoriete plek in dit huis. De bank. Ja, het is vandaag dinsdag. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En ik moet even op adem komen. En Jeff heeft ontbijt voor mij gemaakt. Soejoghurt met lijnzaad, chiazaad, nits en agavesiroop. Yeah. Hola, ik heb net gedoucht en... We hebben even op bed gelegen en toen hebben we allemaal stories teruggekeken van op Instagram van onze reis. Het was echt heel leuk. Weer even reis herbeleven. En ook hoe lucky wij zijn dat wij onze halve wereldreis in 2019 hebben gemaakt. Want bedenk je even als het een jaar later was geweest. Als we in 2020 vanaf januari waren gaan reizen, dan was het echt niet dezelfde 8 maanden reis geworden. Dus wat dat betreft, als ik dat besef, dan denk ik wow. Zo leuk. Net zoals met de baby shower, of niet baby shower, maar de baby moon. Dat we zeg maar nog 1 keertje weggingen als soort van vakantie voordat de baby er is. Toen gingen we een weekendje naar Groningen en dat was ook echt het weekend voordat alle winkels sloten. En daar hadden we ons anders ook wel vermaakt, maar het was toch wel heel leuk om in Groningen nog even te shoppen. Dan heb je toch een andere ervaring dan als de winkels dicht waren geweest. Ze waren ook net op tijd. Dus als ik aan dat soort dingen terugdenk, dan denk ik wow, life is perfect. With the way its plan is. En ja, goed verhaal dit. Maar in ieder geval, ja, ik geloof soms wel in het lot. En dan denk ik van wow, alles had zo anders kunnen zijn. Ik ben zo blij met hoe dingen lopen. Heel blij. En ik ben ook blij dat er nu een broodje op mij wacht in de oven. Een seitan broodje van de Ecoplaza. Oh fuck, een soort, nee. Een soort sociaalse broodje. Iemand is hier bezig met games. Je zei ook echt precies, oh fuck, op het moment dat ik zei dat mijn seitanbroodje klaar was. Toen dacht ik, ja. Zo erg is dat niet. Yes, girl. Yes. Oké, okay, je meid gaat weer wat anders maken. Want het broodje was niet vullend genoeg voor mijn lunch natuurlijk. Ik ben even restjes aan het opmaken, maar het zijn wel allemaal snackrestjes. Dus ik ga deze eten. Vegan Gouda Nuggets. En heb ik eerder gegeten van de Ecoplaza. Die zijn fucking lekker. Ik had ze toen uit de airfryer. Alleen toen liep de kaas eruit. Dus ik ga ze nu in een pannetje doen. Ik heb al wat kokosolie erin. Maar ik heb deze toen met Dagmar gegeten. Het was echt niet normaal belachelijk lekker. En ik vond het naar echte kaas smaken. Maar ja, wie ben ik nu? Ik krijg soms ook wel eens te horen van Jeff dat ik gewoon... Sinds ik al 5 jaar vegan ben, dat ik gewoon niet meer weet hoe het echte smaakt. Maar ik vind ze naar kaas smaken. Yes! Yes, yes, yes. Ik zie vegan kaas. I like it. Oké, change of plans. Ik heb ze nog even in de oven gedaan, want ik was nog niet helemaal satisfied. Ik vond dat de kaas eruit moest lopen, zoals hier. Dus ik had ze in een oogschaaltje gedaan en nu zijn ze vernacheld hier. Maar het gaat toch kapot in mijn buik, dus ik weet dat het lekker is. En daar gaat het om. Hola, ik ga lekker vandaag zonder BH naar de winkel, want ik heb helemaal geen zin om mijn BH aan te doen. Haha, met deze rok. Want, why not? En ik ga er toch een jas overheen aan doen. Dus niemand ziet dit. En Jeff heeft mijn schoenen weer aangedaan. Dat was weer wederom bijna niet te doen in mijn eentje. Ik heb dit de hele middag nu gedaan. Alle podcasts uitgeschreven van Nina Pearson. En met vakjes erbij. Dat ik ze kan afstrepen als ik ze gedaan heb. En dit wordt mijn soort van memory ding. Ik ben verslaafd aan Bammetje Bakery. Die krompoes nu. Dus ik ga hier nog dingetjes schrijven. En jij wil nu naar de winkel. Dus laten we maar gaan. Legging. Kom, let's go. Oké. Okay. Zie jij er leuk uit, zeg. En dat zien we bij in koor. Ga je 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ik mag jou niet. Nee, toch wel. Ja, laten we gaan, schattenbout. Nou, we hebben nu alle boodschappen gedaan voor de hele week. Super chill. Oh, ik ben dus net met Jeff naar de Albert Heijn gegaan. Wat echt maar een paar minuten lopen is. Ik ben helemaal kapot. Ondertussen werd ik flink getrapt. En werd mijn buik vergroot. En Jeff was super lief. Ik zei ook af en toe van, oh, wil je langzamer lopen? Of, langzamer lopen. Ja. Yeah. Dat was wel fijn, ja. Soms na 5 stappen had je zo helemaal buiten adem. Ja.
Ja, bizar hoe erg je dan in één keer, of hoe erg ik dan ineens aan mijn lichaam voel. En op een gegeven moment ging ze keihard op mijn blaas drukken. Dat voelde ik ook. Dus het mokkeltje is lekker bewegelijk. Nou, superleuk natuurlijk. En ik heb dus al die podcasts van Nina Pearson opgeschreven die er zijn. Er zijn er 23 en ze duren allemaal bijna een uur per stuk. Dus 23 uur aan materiaal wat ik eigenlijk graag voor de bevalling wil beluisteren. Dus aangezien ik nu helemaal kapot was naar de winkel, dacht ik... Oh, het is misschien wel goed om een podcast te luisteren. Het grappige vind ik alleen dat ik heb nog nooit eerder een podcast beluisterd. Dus voor mij is het heel nieuw. Ik weet dat heel veel mensen dat al tijden doen. En dat een podcast niet meer iets nieuws is. Maar voor mij is het echt zo van... Oké, het is een beetje alsof je naar radio luistert voor mijn gevoel, denk ik. En ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ga ik ertussen bullet journalen? Of kan ik dan mijn concentratie niet genoeg houden bij wat er gezegd wordt? Ik hoor dat sommige mensen wel eens een ommetje gaan maken terwijl ze een podcast luisteren. Maar ja, aangezien ik nu helemaal kapot ben... Van alleen het lopen naar de Albert Heijn heb ik niet zo'n zin om nog een wandeling te maken. Toen ik net naar de Albert Heijn ging, toen vond ik het ja, niet gezellig om, terwijl ik met Jeff was, om dan in mijn eentje een podcast te luisteren. Dus ik ben nog een beetje zoekende, hoe doen jullie dat qua podcast luisteren? Ik heb wel eens gehoord dat mensen dan ondertussen de afwas doen of ondertussen gaan koken of zo. Dat lijkt me op zich nog wel een idee. Maar ja, meestal kook ik ook weer met Jeff en dan vind ik het gezelliger om even met elkaar te babbelen. Of Jeff kookt voor mij. Dus ik ga nu in ieder geval op de bank chillen en de eerste podcast luisteren. En dan zal ik ook wel even laten weten hoe dat is, een podcast luisteren. Misschien hebben jullie het al lang gedaan, maar voor mij is het heel nieuw eigenlijk. En ik ga ondertussen stiekem deze eten. Want deze had ik vorige keer met Dagmar gegeten en die was heel erg lekker. En ja, dat. En... Ja, ik weet niet. Ik ben heel benieuwd. Ik merk dat ik het ook steeds uitstel, die podcast luisteren. Maar nu heb ik zeg maar alle titels even op een rijtje gezet. En dan kan ik straks ook dingen afstrepen. Dus dat vind ik wel leuk. Dus, en ik vind het ook heel interessant. Ik vind Nina Pearson sowieso een hele inspirerende vrouw. Dus ik wil ze ook allemaal beluisteren. Ik vind het alleen dus gek om niet ondertussen naar iets te kijken of zo. Ik zou het makkelijker weg vinden kijken als het een soort livestream was of zo. Waarbij ik ook mensen zag praten. Ik ben wel heel benieuwd hoe deze podcast mij gaat bevallen, maar wordt vervolgd. Nou, Jeff had inmiddels een theetje voor hem gemaakt. Super lief. Ik begrijp dat uit de reacties dat jullie af en toe vinden dat ik Jeff te veel credits geef. En soms ook maar gewoon normaal moet vinden wat hij doet. Ja, ik denk er zelf over dat ik gewoon heel erg dankbaar ben voor alles wat hij doet. En ook al is het de normaalste zaak van de wereld en hoort een man dat misschien te doen... Ja, vind ik het gewoon heel fijn voor mezelf ook om erbij stil te staan van hoe dankbaar ik ben. En ik weet niet, ik heb toch het idee als ik alles vanzelfsprekend zou zien, dat het ook wel... Ik weet niet, ik vind het juist wel leuk dat ik heel veel waardeer van mijn relatie. Ook al vinden anderen dat misschien normaal, merk ik dat ik het zelf wel... Het geeft mij een fijn gevoel als ik extra waardeer wat hij doet. En maakt mij ook extra blij met hem. Dus ja, ik denk dat ik het wel zo... Blijf doen in ieder geval. Ik voel me er goed bij. Maar iedereen is er natuurlijk vrij in wat hij zelf bij zijn partner doet. Ik heb net de podcast geluisterd. En ik heb er zelfs meteen twee geluisterd. En ik moet zeggen, ik vond het echt heerlijk. Ik heb nog nooit eerder een podcast beluisterd. Maar ik vind Nina Pearson zo'n inspirerende mooie vrouw. En ook dat boek heb ik ook echt in één vleug uitgelezen. En moest ik ook vaak bijna janken tijdens... Het boek, omdat ik het gewoon zo mooi omschreven vond en zo krachtig. En met die podcast heb ik nu eigenlijk weer bijna hetzelfde gevoel. En ik merk dat door naar haar verhalen en naar haar, ja, door haar boek en zo, dat ik gewoon ook zoveel vertrouwen in mezelf krijg. Van dat ik gewoon als vrouw ook gemaakt ben om deze bevalling en zwangerschap gewoon zo goed mogelijk aan te kunnen. En ik denk dat ik daardoor, onder andere door haar, ook totaal niet meer bang ben voor de bevalling. En er ook juist gewoon zin in heb gekregen. En nou mag mevrouw nog wel even hierin blijven. Graag zelfs, dat ze nog even wacht. Ik kan ze even lekker goed aansterken en zo. Maar ik vind het wel... Ik zet het geluid even uit hoor, van mijn telefoon. Ik vind het gewoon een heel fijn idee dat... Ja, dat gewoon duizenden vrouwen mij voorgegaan zijn en dat ik dit gewoon kan. En het inspireert me ook nog meer om meer een hands-off bevalling te hebben.
Dus niet te veel met interventies. Dus dat ze ingrijpen, dat ze medisch dingen doen. Maar gewoon meer vertrouwen op je eigen lichaam. En ik merk dat zij mij daar nog meer in inspireert. En dat vind ik zo mooi en zo gaaf. En ja, echt, als je Nina Pearson nog niet kent. Ja, ik vind het echt een super inspirerende vrouw. Ik denk wel dat ze misschien soms net iets zweveriger is dan ik zelf ben. Ik denk dat ik net iets nuchterder ben. En qua spiritualiteit, ja, dat ik een soort van midden ben, denk ik. Ja, ik zie mezelf denk ik wel als dat ik open sta voor spiritualiteit. Maar dat ik ook wel redelijk met beide benen op de grond sta. Ja, maar ja, ik geloof wel weer in het lot en in karma. Dus dat soort dingen geloof ik dan weer wel. Maar ik heb bijvoorbeeld weer minder met de energie van stenen. Ja, ik heb me er ook nooit echt in verdiept. Ik verdiep me wel tegenwoordig soms wat meer in sterrenbeelden. Al vind ik ook bijvoorbeeld dat het sterrenbeeld maagd, alles wat ik erover lees, dus totaal niet bij Jeff past. En dan denk ik soms wel weer van, hoe zit dit dan? Maar dat heeft dan weer ook te maken met je antecedent of zo. Daar zou ik me dan nog meer in verdiepen. En dat, ja, dat is voor nu nog even niet aan de orde dat ik me daarin wil verdiepen op deze manier. Ja, ik weet niet. Dat. Voor mijn gevoel ratel ik nu. Ik ga denk ik verder met thee drinken. En misschien dat we dan straks al gaan eten. Ja, het is nu 6:15. Dus ik denk dat we zo even gaan eten gaan maken. En vanavond staat op de planning sushi bowl. En aangezien jullie dat nooit eerder hebben gezien, zal ik ook vooral niet laten zien hoe we het gaan maken. Maar het eindresultaat zul je waarschijnlijk straks zien. Ja! Dit is wel nieuw sushi rijst uit een Pieter Pot verpakking. Die hebben ze dus sinds een tijdje. En dat vind ik super chill, want dat scheelt toch weer verpakking. Normaal deden we met één zo'n verpakking 2 keer. En er zat dan en plastic en karton op. Dus dit is gewoon zero waste, zonder verpakking. Ik heb er meteen 2 besteld. Het enige wat we helaas nog niet zonder verpakking kunnen krijgen. Let me know als je het wel weet trouwens. Maar voor mijn weet kun je dit niet zonder verpakking krijgen. En dat is nori. Dat is lastig ook. Ja. Ja, het moet natuurlijk ook gekant blijven, dus ik snap het ergens ook wel. Zit er zo'n speciaal verpakkingje erin dat het droog blijft? Ja. Ja, en het is ook. Ja, je zou wel een hele aparte pot moeten hebben om deze verder perfect te. Nou ja, misschien dat je ze rond zou kunnen vouwen en dan daarin zou kunnen doen of zo, in zo'n pot. Of in stukjes gescheurd en dan in zo'n klein potje. Ja, maar we hebben wel toen die hele dure, die voor 5 euro hadden we wel. Het was dan nori en sesamzaadjes door elkaar geminkt. Het was een heel klein potje van Fura Shuke of zo. Fura Kaki of iets was het. En dat deden we ook wel eens erbij nog, eroverheen. Oh, dat die mini vlokjes. Ja. Ja, ja, ja. Maar de meeste mensen gebruiken het vaak gewoon om echt sushi te rollen, zeg maar. Ja, dus dan, dat is waar. Zij zou ook zoiets hebben van waarom staat. Maar wij niet, dus technisch gezien zouden wij wel ook. Speciaal voor ons. Dus dat niet maken. Speciaal voor ons. Want niemand anders op de wereld maakt sushi bowl. Ja, misschien wel. Maar... We're so special. Ja, chill. Ik ben echt wel blij dat het nu in een pot zit. Het scheelt zoveel afval. En aangezien we het toch bijna wekelijks maken. I like it. Dus ja, dus dat. En zoals altijd ziet het er weer goddelijk uit, al zeg ik het zelf. Paprika overload. Ik ben blij dat ik het heerlijk vind. En Pietjes bord. En Pietjes telefoon. Beval ik je nieuwe telefoon? Ja, best wel. Mooi. Gaan we first dates kijken? Is goed. Oké. Hola, nou. We hebben lekker gegeten. En ik ga nu met Pietje lekker mediteren. En dat gaan we op bed doen. Dat leek ons wel lekker. Dat we tegen die achterwand zitten. En ik vind het wel fijn dat je meedoet, Piet. Want ik merk steeds als ik in mijn eentje wil mediteren dat ik mezelf er toch niet toe kan zetten ofzo. En zeker als je aan het gamen bent. Ik ben dan toch niet kan focussen ofzo. Nu doen we het gewoon lekker samen. Dus je schrijft het op mij af. Nee, het is mijn eigen ding. Want ik weet het als ik tegen jou zeg of je even stil kan zijn dat je dat doet. Dus dat was geen verwijt. Maar ik vind het lekker dat we het samen doen. Nou, stilte, meditatie. Check je later. Nou, ik heb net even gemediteerd. Vond het fijn. Het was wel weer even wennen of zo. Want de hele tijd geleden dat ik voor het laatst gemediteerd heb. Toen ook samen met Pietje. Althans, ik heb bij mijn moeder nog wel eens gemediteerd in bad. Ja. Maar het was wel lekker. Piet was er eerder uit. Ik hoorde wel even dat hij
er alweer uit was. Op een gegeven moment, ik zat echt te, zeg maar, normaal gesproken komen dan gedachtes in je hoofd voorbij en zo. En ik probeer dan een soort van weg te werken. Maar op een gegeven moment had ik geen gedachtes meer en zo. Toen dacht ik van, ah, ik voel me eigenlijk wel relaxed en zo. En toen zat ik daar gewoon even in. Yeah. En zo van, ah. Ja, prima toch. Toen ging, denk ik automatisch mijn ogen open. Dacht van, oh, toen van, moet ik weer terug? Toen van, nee, ik ben nu eigenlijk al heel relaxed en zo. Dus nou, wat je lekker vindt, toch? Ja. Ik had ook op een gegeven moment, eerst voelde ik mijn lichaam, dat ik dacht, mijn rok zit niet lekker. Toen dacht ik, zal ik hem recht trekken? Toen voelde ik een haartje bij mijn neus. Toen dacht ik zo, maar het is dan je lichaam die dan een soort van mindgames met je speelt, volgens mij ook, van om je dan af te leiden. Dus ik heb dat gewoon genegeerd. En ik kwam er bij mij ook gedachten. Dus en dan laat ik ze gewoon als een soort van wolkje verder gaan. En dan ga ik er gewoon niet in mee. Dus nee, ik voelde het wel heel relaxed. Ik hoorde dus wel op een gegeven moment dat je even gestopt was. Toen dacht ik ook van, zal ik nu ook stoppen? Toen dacht ik, nee, ik ga nog even verder. Voelt al goed. Dus toen bleef ik ook nog even in. Ik vond het ook wel lekker dat Jeff ook rustig bleef. Tenminste, ik hoorde dat hij niet meteen in bed uitging. Dat vond ik eigenlijk wel fijn. Ik dacht, oké, dan kan ik ook gewoon nog even rustig in die meditatie blijven zitten. Ja, ik vond het wel fijn. Op een gegeven moment dacht ik ook van, nou, nu is het goed. En toen deed ik mijn ogen weer open. En toen voelde ik me ook heel relaxed. Ik voel me nu nog steeds best wel relaxed eigenlijk. Ja, vind het wel heel fijn eigenlijk. Je moet het eigenlijk vaker doen. Echt weer zo'n lekker zen momentje, rustmomentje in je hoofd of zo. Gewoon doet weer even rust en focus op de ademhaling. Ja, echt te lang niet meer gemediteerd. Ik ben dan na die retraite dacht ik echt van, nu ga ik vanaf nu elke dag mediteren. Nou, dat is hem echt niet geworden. Toen ik sinds India, sinds augustus 2019, juli 2019, dat ik nog 5 keer gemediteerd heb of zo. Dus dat is niet veel in 2 jaar. Of 1 jaar. Ja, dus, maar ik vond het wel lekker. Dus ik wil het wel in de loop van de zwangerschap vaker doen. Omdat ik ook het idee heb dat je, als je ontspannen de bevalling ingaat, zowel mentaal als fysiek, dat heel goed is. En ik lees dat ook overal terug, dat je bevalling fijner gaat als je ontspannen bent. En ik geloof daar wel heel erg in. Dus aangezien het vooral hier niet altijd rustig is, wil ik dat wel vaker doen. Ik vind het echt fijn. Ik heb geen zin meer om yoga te doen. Ik heb me wel dan voorgenomen om dat dan morgen misschien te gaan doen. Maar volgens mij vond Jeff de meditatie ook wel lekker. Dus we gaan nu vaker misschien weer mediteren samen. Maar ik toch stiekem, ja, heel stom. Ik heb Jeff daar in de basis helemaal niet bij nodig. Maar ik vind het toch wel lekker als hij meedoet. Het is toch het is net alsof je naar de sportschool gaat met een vriendin. Het is toch soms net makkelijker als iemand meedoet. Dan als je het alleen doet. Maar ik zou het natuurlijk, als ik er behoefte aan heb, ook gewoon alleen moeten doen. Maar ik vond het echt fijn. Ja. Note to myself, als ik dit aan het editen ben. Mocht ik tegen die tijd niet meer gemediteerd hebben, weer mediteren. Super chill. Nou, ik heb nog een podcast geluisterd van Nina Pierson. Super chill. En we hebben even de was binnengehaald. En er waren nog wat dingetjes die ze waarschijnlijk al in het begin aankwam. Dus, mevrouw zal niet te weinig kleding hebben, denk ik. Ja. Yeah. En nu ga ik slapen. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze dag. En tot morgen hopelijk.